Okay, goedemorgen iedereen, mijn naam is Dries Wrix. Ik ben reisleider bij Caravaan. En ik mag jullie de volgende drie kwartier meenemen naar Japan. Dus als je nog toevallig voor een andere reis komt, kunnen we nog heel snel terug buiten. Anders zal het Japan zijn, de volgende drie kwartier. Oké. Voilà, ik neem jullie mee onmiddellijk naar Kyoto. Dit is de Gouden Tempel, maar ook wel de Kinkaku-ji-tempel in het mooie Kyoto. Dat is een van de tempels die we daar bezoeken. Voilà. Maar om te starten hebben we een filmpje voorzien. Dat is geen filmpje van een Japanreis van Joker, maar wel een deel van het traject wat we op alle Japanreizen doen. Bekende traject eigenlijk tussen Tokio en Hiroshima. Daarvoor gaan we even uit de PowerPoint moeten gaan.
Voilà. Dat was in een kleine 4 minuutjes het traject tussen Tokio en Hiroshima. Op het hoofdeiland Honshu. En het hoofdeiland van Japan is eigenlijk dit gedeelte eigenlijk. Japan heeft een viertal grote eilanden eigenlijk. Maar eigenlijk bestaat Japan uit een 6852 eilanden. Je begrijpt dat we in de Japanreis er maar een aantal doen natuurlijk. Je hebt helemaal bovenaan het Hokkaido-eiland, maar dat staat er hier al bijna niet meer op eigenlijk, maar dat bezoeken we ook niet in deze reis. We bevinden ons in deze reis vooral op Honshu. We gaan dan op het kleinere, het kleinste van de grote eilanden eigenlijk, op Shikoku. We gaan dan naar Kyushu en we gaan dan naar de Okinawa-eilanden, waar we het minder bekende Amano-Shima gaan bezoeken eigenlijk. Hoe vervoeren we ons? We vervoeren ons voornamelijk met de trein. We nemen hier een nachtboot helemaal naar Amano-Shima. En als we daar terug vertrekken, nemen we terug een binnenlandse vlucht naar Tokio. Dus je ziet eigenlijk dat de reis start en stopt in de hoofdstad Tokio, om dan verder via het binnenland te gaan tot in Kyoto, om dan verder door te steken. De pijltjes staan er niet helemaal, maar Himeji staat hier ook wel. Daar gaan we ook nog naartoe. Om naar Shikoku te gaan, om dan terug te keren. Om dan richting hier in Hiroshima eigenlijk verder met de trein te gaan. Om dan op Kyushu verder te gaan, met de trein helemaal naar beneden te gaan, naar Kagoshima. Om zo verder die boot te nemen naar Amano-Shima hier. Dat zijn de Okinawa-eilanden hier beneden. Dat is het traject van de Joker-avontuurreis. Ik weet niet of jullie gezien hebben, dat komt straks nog wel eventjes aan bod. Er is ook een kortere reis, een 16-daagse reis, die blijft enkel op het hoofdeiland. Er is ook nog een minus tegenwoordig voor de min 26-jarigen hier in de zaal. En die reis die bevindt zich ook alleen maar op het hoofdeiland Honshu. Goed. Voilà, transport. Ik heb het al een beetje aan het vertellen geweest. Japan staat heel hard bekend om zijn uiterst ingenieuze, stipte en goed functionerende treinnetwerk. Wat je hier beneden ziet, is een typische Shinkansen-trein. Die rijden klokvast en klokvast, dan wil ik zelf niet per minuut bedoelen, maar dan bedoel ik tot op de seconde rijden die treinen perfect. Daar loopt ongeveer bijna nooit niks fout. En dat is een zaligheid om te reizen eigenlijk. Tenzij dat je een laatkomer bent natuurlijk, dan is dat iets minder zalig. Voilà. Hier nog wat voorbeelden van transportmiddelen die we gebruiken op onze Japanreis. Dit is een gewone trein, maar eigenlijk heeft elke trein in Japan en elk type trein ongeveer een andere naam. Dit is er eentje die naar Nikko gaat. Maar je hebt honderden verschillende treinen eigenlijk. We nemen ook regelmatig een taxi, omdat om Japan te bereizen. Er zitten trouwens een aantal mensen in de zaal die de Japanreis al meegedaan hebben. Is er een vrij hoog tempo eigenlijk. En om snel op locaties te zijn, nemen we soms een aantal taxis. We kunnen daar met 4 mensen juist in, met rugzakken in de koffer. Dat gaat juist. Misschien wel meer bekend, maar dit is de metro in Tokio. Dat moet ongeveer rush hour zijn, gelijk ze zeggen. En misschien hebben mensen al wel eens beelden gezien dat ze mensen in de trein moeten duwen. Dat hebben we op ons Japanreis toch ook wel een aantal keer gezien. We hebben zelf een aantal keer in volle rush hour met bagage gerezen en dat was toch iets minder evident. Je ziet hier een voorbeeld van de boot die er op het einde genomen wordt. Dat zijn 2 maatschappijen die boot doen. Dat zijn eigenlijk vrachtboten die eilanden bevoorraden met allerlei goederen en zoiets. Maar je kan daar dus ook mee als passagier en je kan daar dus ook op slapen. Maar meer daarover straks verder in de presentatie. Misschien minder bekend. Mensen kennen misschien Japan van zijn grote steden. Vooral eigenlijk, maar dat Japan heel wat te bieden heeft over natuur. Op natuurgebied eigenlijk. Wat je hier ziet is de Azo Caldera. Dat is een actieve vulkaan eigenlijk. En die is daar genomen. De vulkaan zelf zie je hier ergens.
kan die op dit moment ook nog niet helemaal tot boven bezoeken. Want Japan is redelijk gevoelig voor aardbevingen en zoiets. En ook een aantal jaar geleden is er een zware aardbeving gebeurd in dit gedeelte eigenlijk, waarin dat wij, de mensen die deze zomer mee gaan reizen zijn, ook daar nog de gevolgen van kunnen gezien hebben. Aardverschuivingen en hele wegen en huizen die daardoor aangetast geweest zijn. Dus, maar dat zijn we gaan bekijken. En dus binnen misschien dit jaar al wel, maar zeker vanaf volgend jaar of zoiets gaat die vulkaan wel terug te bezoeken zijn. Hier zijn we op het kleinere hoofdeiland, op het kleinere eiland Shikoku. We nemen daar een kabellift en we gaan helemaal naar boven eigenlijk. En dan kan je het hier zien dat we zo tot op bijna 2000 meter geraken. Gelukkig hoef je dat niet helemaal te voet naar boven doen. We nemen dus een deel kabellift, we stijgen nog een stuk tot we helemaal boven zijn. En dan dalen we vooral terug naar beneden af. Voilà. Ook hier een foto van ergens boven gezien. Je ziet dat Japan ook heel groen is. Japan is ook heel bergachtig. De steden bevinden zich vooral in de plattere gedeelten eigenlijk. Maar tussen op al die bergen is er heel veel natuur in Japan. Ook al is het een vrij dichtbevolkt land. Hier zijn we in de buurt van Nikko. Waar we ook een wandel maken in het Nationaal Park van Nikko. En daar is ook redelijk veel water. Japan heeft ook erg veel water. Eigenlijk is een heel groen land. Gaat ook heel veel riviertjes, heel veel water. En daar zie je hier een foto van. En ook hier in de buurt een aantal watervallen. Dit is een kleinere. We hebben er ook een heel aantal grotere watervallen. Maar dit is een kleinere waterval. Die op die wandeling in het Nationaal Park van Nikko. Dat is in het begin van de reis eigenlijk. Hier staat de jokergroep van jullie helemaal boven op de berg. Als je goed kijkt, gaan er misschien twee mensen in de zaal nog wel herkennen die erop staan. Voilà. Hier zitten we op Amane Oshima. We gaan daar kajakken. En we gaan daar, als het water hoog genoeg staat, ook de mangroven in kajakken. En dat is... Een hele mooie foto vind ik zelf ook wel. Van iemand die de Japanreis heeft meegedaan en deze foto heeft gemaakt. Die kajaktocht duurt niet zo lang hoor. Dat is een uurtje kajakken ongeveer en daartussen gaan. Maar voilà. Hier zitten we terug op Shikoku. En we zijn hier eigenlijk een hele bergkam aan het afwandelen. Je hebt er juist gezien dat we met een kabellift naar boven zijn gegaan, maar eigenlijk loopt het pad hier helemaal. Dit is de augustusgroep van vorig jaar, mijn excuses, die bijna op het hoogste punt is en dan nog moest gaan afdalen. Voilà. Goed, op de reis slapen we op verschillende accommodaties eigenlijk. Dat kunnen hostels zijn, dat kan een ryokan zijn, dat kunnen hotels zijn, dat kunnen jeugdhotellen zijn, dat kunnen guesthouses zijn. Vaak is dat in meerpersoonskamers en soms is dat ook wel in kamers van twee personen. Dat hangt er een beetje vanaf. Een reisleider kan dat ook nog wel wat kiezen. Maar dit is in Tokio een hostel. Zo zie je nog een beetje. Dit is in Kyoto. Dit is een beeld hoe uw slaapzaal er kan uitzien als je op de boot slaapt. Nu, prijs u gelukkig, dat is maar voor één nacht. Hè. Dus, en je moet ook heel vroeg opstaan. Je hebt twee typen boten. De ene ziet er al wat anders uit dan de andere. Maar ja, goed. Avontuurlijk is het in ieder geval van met de boot te varen. Hier zien we nog ook in Tokio een hostel. En hier zie je de bekende tatami-matten en hoe dat je dan slaapt. Hier zie je een tweepersoonskamer in een soort ryokan. Maar op heel veel plekken is er soms de keuze om op zijn Japans te slapen op de tatami-matten. Daar ligt voor alle duidelijkheid nog twee matjes tussen. Hè. Je slaapt niet op die mat zelf, maar goed, het is toch op de grond. En sommige mensen vinden dat hard, sommige mensen vinden dat heel leuk om op te slapen. Maar we slapen dus soms ook op bedden. Maar ook de Japanse bedden zijn vrij dun opgebouwd. Voilà. Actief beleven is redelijk belangrijk in onze jokerreizen. Dus we gaan een heel aantal actievere dingen doen. Ik heb er juist al heel eventjes verteld van... je ziet hier die kajak. En hier zien we hoe dat we in die mangroven gaan. Het hangt een beetje af van tij. Ik heb twee Japanreizen deze zomer begeleid. Dit is de juli-groep, dan konden we er mooi tussen. Maar in augustus stond het water te laag en dan was dat helemaal niet zo mogelijk. We doen ook een fietstocht.
straks zien. Dat is de start van de fietstocht hier. We doen ook 3 hele mooie wandelingen. En we gaan ook eens een trapje doen. Van 1368 treden. Dat is de moeite. Maar het is ook de moeite als je boven staat. Ik heb, denk ik, beelden. Dit is de fietstocht in ieder geval. Dat zijn de Kibi Plains. Wat daar vooral belangrijk is, is dat dat heel vlak is. Dus dat is mooi meegenomen. Je hebt daar overal waterkanaaltjes en je ziet de rijstvelden eigenlijk. En daar zijn heel veel dieren, vogels vooral eigenlijk, maar ook waterdieren en kikkers en zoiets wat je daar kunt spotten. Dus, wat ook in die Kibi Plains is, is dat daar een heel aantal tempels tussen liggen, waardoor we af en toe eens kunnen stoppen en een tempel kunnen gaan bezoeken en zo. Dus dat is een leuk fietstochtje eigenlijk. Dus ook niet met volle bagage, je hebt een mandje van voor, dus dat is allemaal goed geregeld in Japan. Misschien het ook nog wel eventjes vertellen, het is nu misschien niet het beste voorbeeld, maar Japan is een enorm proper land. Je gaat daar nergens graffiti zien. Je gaat daar nergens iets op de grond zien liggen, bijna toch niet. Ook al ziet je nergens vuilzakken staan, is de ethiek die Japanners houden en de fierheid voor hun land zeer groot, waardoor dat een heel net land is. Ook ongeveer een van de veiligste landen, denk ik, waar ik al ooit gereisd heb. Qua veiligheid. Ik durf daar gerust op een tafeltje in Tokio mijn gsm laten liggen. Die gaat in principe niet gestolen worden. Of het moet misschien een buitenlander zijn, maar niet door een Japanner. Goed, die trappen. Een voorbeeldje van die trappen, een voorbeeldje van het zicht wat je ziet als je helemaal boven staat, als je al die trappen beklommen hebt. Ook een voorbeeld hoe dat de jullie-groep eruit zag na die beklimming. Dat is hier. Oei, mijn excuses. Voilà. Dan zien we hier ook nog een voorbeeld, we hebben dat er juist ook al gezien, van die bergkam die we doen. En hier zien we ook nog een groepsfoto van de mensen uit van de juli-reis na een iets kleinere wandeling, eigenlijk vlak aan een tempeltje. We verblijven in de alle Japanreizen, dus ook in de 16-daagse, ook in een villa, in een international villa noemt dat daar in Japan. Buiten dat ze internationaal is, is ze voor de rest zeer traditioneel van hoe die eruit ziet. Dat is de binnenkant eigenlijk, dat is de buitenkant. Ze hebben er daar 2. We hebben in juli en augustus in een andere gelegen, maar ze zien er ongeveer allemaal hetzelfde uit. En dat is een moment in de reis om eigenlijk het even wat rustiger aan te doen. We gaan daar wat wandelen en we gaan daar ons eigen eten koken voor 1 nacht. Mensen kunnen daar ook wel wassen, maar kunnen daar vooral even tot rust komen in de natuur, op het Japanse platteland. Dat is heel ver weg van alles wat daar heel druk is. En zeker dat eerste gedeelte van die reis is ook redelijk druk. Dus hier komt dat wel wat tot rust eigenlijk. Dus we doen daar een wandeling, maken daar zelf eten, slapen daar samen. Er zijn verschillende compartimenten die je kunt sluiten eigenlijk. En voilà, tijd om iets te drinken en zoiets. De jokergroep van jullie heeft daar nog ergens iets atypisch in de buurt gevonden. Je hebt daar een soort saloon op zijn Japans. Dat ziet er heel Amerikaans uit, maar de eigenaars zijn wel degelijk Japanners. Dat was een beetje een rare bedoeling. Maar in Japan komt er wel meer heel rare contrasten tegen van mensen. En, ja. Voilà, de Japanse keuken. Het staat er, de keuken is zoveel meer dan sushi. Als je graag sushi eet, ga je zeker in Japan aan je trekken komt. Tenzij dat je de verwersterde vorm van sushi graag eet. Alles wat gefrituurd en toestanden is. Dat kom je niet in Japan tegen, maar die zuivere, echte sushi kom je daar op zijn lekkerst tegen. Maar het zou de Japanse keuken zeer veel oneer aandoen als we alleen maar ons naar sushi... dat is maar een klein element en... Eigenlijk, als we dat vergelijken, eet je dat maar een paar keren op de reis. Wat dat je hier ziet, is wat Japanse noedels eigenlijk. En hier krijg je een overzicht van wat dat er nog maar een klein beetje mogelijk is. Heel bekend zijn de Japanse ramen, hier geserveerd met dumplings. Maar wat dan veel mensen ook helemaal niet weten, is dat de curry in Japan... ook heel bekend is. Je hebt heel veel curryrestaurants
waar je dat al op verschillende manieren kunt krijgen. Het is een noedelsgotel eigenlijk, waar je een soort bouillon hebt, waar dat je stukjes vlees of groenten kunt in doen of verwerken. Samen met noedels dan. Dit is een voorbeeldje van een bento-box. We gaan dat ook regelmatig eten. Je kan dat krijgen in Japan. In alle stations eigenlijk. We gaan op treinen en zoiets eten we ook regelmatig in een bento-box. En je kunt dat in 1000 verschillende formaten en soorten krijgen eigenlijk. Voilà, dat is het voorbeeld hier. Miso-soep. Misschien kennen mensen dat ook wel. Dat wordt heel veel bij maaltijden gegeven. Maar evengoed bij het Japans ontbijt. Voilà. We zien hier ook nog, heel bekend in de streek van Hiroshima, okonomiyaki noemt dat. En dat is een soort pannenkoek die op een hete plaat wordt gemaakt. Heel lekker, alleen vind ik zelf toch. Sushi dan, in zijn zuivere vorm. En je ziet ook altijd wel dat een Japanse maaltijd opgebouwd is uit verschillende soorten. Je ziet hier wat gepikkelde groenten en dingen. Soms zit daar ook vlees of vis of zo bij. Voilà, een heel gevarieerde keuken. En meestal ook op een hele mooie manier dat daar wordt geserveerd. Voor de mensen die graag eten of die graag culinair zijn, is Japan zeker en vast een aanbeveling. Goed. Bij eten wordt wat drinken. Heel typische Japanse drank is sake. Dit zijn zo Tokio opgestapelde vaten, sake-vaten eigenlijk. Je hebt heel veel soorten sake. Je kunt dat koud drinken, je kunt dat ook warm drinken. Maar ze hebben dat overal in Japan. Wat dan misschien weinig mensen weten, ik weet het niet, maar Japan is ook heel bekend om zijn whiskies. Je kan die in heel veel verschillende soorten krijgen. En de kwaliteit van whiskies is heel hoog. Dus ook dat is een drank. Maar dat bier is ook te drinken, hoor. Allee, ik heb dat toch eens geprobeerd af en toe, dus dat was ook wel lekker. Voilà. Wat zien we hier aan de linkerkant? Eigenlijk zien we hier eten. Maar misschien zie je het niet helemaal, maar dat is allemaal plastieke eten. Dat is heel typisch ook voor Japanners, voor Japanse restauranten eigenlijk, dat ze wat dat ze aan schotels aanbieden, dat ze die aan de straatkant of in een etalage of zoiets presenteren. En zo kan je zien eigenlijk wat dat je op je bord gaat krijgen. Voor ons is dat een beetje een rare bedoeling, van naar een plastieke voorbeeld te kijken om zo te kiezen wat dat je graag wilt eten. Maar je ziet het overal terugkomen. Voor de rest staat Japan ook boomvol met automaten, gelukkig maar, want het kan daar in de zomer best warm zijn. De jullie-groep kan dat beamen, want we hebben zo ongeveer een hittegolf meegemaakt eigenlijk. Wat dan maakt dat je veel zin hebt om iets te drinken en overal vind je automaten om iets eruit te halen. Ook hier weer allemaal voorbeeldjes. Je hebt koude dranken, maar je hebt ook heel veel soorten koffies, die iced koffies die aangeboden worden. Dat ik een automaat zie. Japan is een land met een hele hoge welvaart. En je zou denken dat men dan ook heel modern is in een aantal dingen. Dat is Japan ook in heel veel dingen. Maar niet als het gaat over geld. Japan is een heel harde cashmaatschappij ook wel. En ook hier zie je eigenlijk dat de meeste automaten ook nog met muntjes of zo bediend worden. Je hebt hier één ding. Je kunt je pasje van wat je voor het openbaar vervoer gebruikt, voor die automaten gebruiken. Maar eigenlijk is het, zijn kaarten en bankkaarten en zoiets helemaal niet zo ingeburgerd als in veel westerse landen. Wat dat een beetje raar is eigenlijk. Voilà, we zijn in Tokio. Ik weet niet of dat mensen dat weten, maar Tokio is de tweede grootste metropool van de wereld. Het bestaat uit verschillende steden bij elkaar eigenlijk, of verschillende stadsdelen. Oh. We staan hier op een hoge toren en op alle Japan-reizen gaan we zeker één of twee keer in Tokio op een hoge toren gaan staan om de impact van die stad te zien. Indien je wat geluk hebt, maar dat was deze zomer niet het geval, en het is echt mooie hemel, dan kan je tot aan Mount Fuji kijken. Maar ik moet zeggen, het is ook vaak wel iets meer bewolkt, waardoor je dat niet helemaal kunt zien. Maar zo zie je toch, als je op die toren staat, je kunt eigenlijk helemaal rondlopen en overal zie je stad. Voilà. We zijn nog steeds in Tokio. Dit is het
zogezegd drukste kruispunt van de wereld. Het Shibuya Crossing in de Shibuya-wijk. En dat is een heel bekend beeld, dit, wat we ook even gaan bekijken. Daarvoor gaan we even de Starbucks in naar boven. En vandaar heb je een mooi zicht op dat kruispunt. Dus op dit moment is het groen. En als het rood is, dan zie je alleen maar wagens. Voilà. We zijn hier in de Akihabari-wijk in Tokio. Dat is ook wel Electric Town genoemd. Je hebt hier heel wat speelhallen, waar Japan ook wel bekend voor is. Dat komt verder ook nog wel even aan bod. Maar ook heel veel manga-stores en allerlei poppetjes en toestanden kun je in deze wijk vinden. Het is nu in een dag, maar 's nachts is dat ook redelijk mooi om te zien met die verlichtingen en die reclames en toestanden allemaal. Voilà. Goed, twee beelden hier. Ik heb er juist over een toren gesproken. Dit is Skytree. We zijn met alle groepen bovenop Skytree geweest. En de beelden die er juist zijn genomen waren ook van bovenop Skytree. Skytree is nog niet zo oud. Ik denk een tiental jaar of zoiets dat die een toren bestaat. Maar die geeft wel een schitterend zicht op Japan. We zien hier een foto met taxi van een kruispunt. Dat is in de buurt van Ueno. Je hebt daar ook een groot park en ook de musea liggen en zoiets. Ook een park met allemaal waterlelies op en zo. En Ueno is ook een van de grootste stations van Tokio. Dus daar vertrekken heel veel treinen en dat is een transporthub eigenlijk. Goed. Maar ook dit is Tokio. Dit is de Senjoji-tempel, een van de verschillende tempels. En best een mooie tempel om te bezoeken. Het is een beeld waar het vrij druk is. Japanners hebben hechten nog wel heel veel belang aan tradities en geloof. En daarmee bezoeken zij zelf heel frequent ook nog hun eigen tempels. Wat kan je daar bijvoorbeeld doen? Mits een piepkleine bijdrage, kun je daar met een grote pot met allerlei stokjes in schudden. En dan komt daar een stokje in en die gaat je toekomst voorspellen. Nu, die ziet er niet altijd rooskleurig uit. Er zijn ook een aantal mensen van de groep die waar hun toekomst er niet zo mooi uitzag. Dat was een beetje een domper, je mocht dat ook maar één keer doen. Ik moet wel zeggen, als ik zelf voor de eerste keer in Japan was, dat is een 2-3-tal jaar geleden, stond er een Japanner naast mij. En ja, dat is zo wat zoeken, want dat zijn Japanse tekens en je moet die dan zoeken waar dat in staat. Dat briefje zelf is wel vertaald in het Engels, naast het Japans. Maar ik had het allerbeste geluk eruit gehaald en die man was redelijk jaloers op mij. Dus ik heb sindsdien geen nieuw genomen. Ik ga ervan uit dat we het bij dat briefje hadden eigenlijk. Voilà, hier zijn we in de buurt van het Keizerlijk Paleis. Maar zo ziet ook dat in Tokio ook nog wel heel veel delen groen zijn. Je ziet natuurlijk ook wel hoe mooi dat die parken onderhouden waren. Onderhouder zijn eigenlijk. En je ziet ook wel dat het vooral niet de bedoeling is dat je daar gaat oplopen. Dat gaat wel door, denk ik. Het is een mooi hekje. Het staat waarschijnlijk ook nog wel opgeschreven op dat plakkaatje daar. Voilà. We zijn nog steeds we zijn in de Shinjuku-wijk in Tokio. Dat is zowat de oude red light eigenlijk. Maar prostitutie bestaat officieel niet in Japan. Dus zoveel... ja, veel rood wel, maar wat je voor de rest in een prostitutiewijk vindt, is daar niet zoveel van te zien. Maar het is wel een heel grote uitgangswijk waar heel veel mensen gaan voor te gaan drinken en zoiets. Japanners drinken ook wel graag iets. Dat zie je vooral op vrijdagavond. Het is een paar keer gebeurd dat we een metrostel instapten en één voor één ons verbaasden over de alcoholgeur die daar hing. Ook wel vaker gezien dat mensen in slaap vallen of op de laatste halte in één keer wakker schieten. Ook dat is Japan. Een heel drukke maatschappij. Een maatschappij waarin dat mensen heel hard werken. Maar wat dat zijn contrasten ook heel hard heeft om zich een keer te laten gaan. Als ze zich laten gaan, dan laten ze zich ook helemaal gaan. Om niet maar te zeggen total los of zoiets. Ja. Voilà, we gaan verder naar Kyoto. Kyoto wordt eigenlijk... Mocht met mensen die naar Japan gegaan zijn, is vragen. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen die niet zegt dat hij niet van Tokio, van Kyoto houdt. Meeste reizigers, als ze evaluaties invullen en zo, zeggen ook wel van Kyoto was het tofste wat we gezien hebben eigenlijk, of waar dat we geweest zijn. We deze zomer ene keer
een tyfoon over ons gehad als we in Kyoto waren. En dan nog vond de Augustusgroep het toch een geweldige stad, ook al waaide het een beetje. Wat valt daar te zien in Kyoto? De heel mooie tempels, het geisha-district. Je ziet hier een voorbeeld van een geisha. Je moet wat geluk hebben, die lopen daar rond. Maar soms zie je er veel, soms zie je er weinig. Het bamboebos wat je kunt bezoeken. Je hebt een aantal heel mooie tuinen ook die je kunt bezoeken. Vlak buiten Kyoto ligt ook Fushimi Inari. Je hebt het in het filmkanaal gezien. Maar je gaat er direct ook een beeld van krijgen. Maar vooral is Kyoto veel lager gebouwd. Van stad geeft veel meer lucht en air. En ook al is dat geen kleine stad, heeft dat een veel relaxere sfeer dan de hoofdstad Tokio. Nog wat verder, hier zie je een voorbeeld van het bekende bamboebos. Hier zie je een foto van een van de tuinen die je daar kan bezoeken. Een vijver ook wel. Toevallig nu niet, maar dat zit vol met van die Japanse koois in die tuinen. Ik denk dat je hier er een klein beetje door ziet. Zitten ze wel, ze zitten er zeker. Voilà, dat is Fushimi Inari-tempel, alweer de Julie-groep, die zich mooi verstopt heeft achter palen. Voilà, dat zijn shrines. Ze staan er over een traject van een aantal kilometers, duizenden. Je kunt ze helemaal naar boven wandelen en er heel veel zien. Je kan die ook kopen trouwens, maar gaat wel diep in je buidel moeten zakken als je zo groot wilt kopen. Je kunt ook een kleintje meenemen als souvenir, maar er zijn heel veel Japanse bedrijven die geloven dat goed voor hun bedrijf is als ze daar zo een van die shrines kunnen kopen. Dus die doen dat dan ook en zo heb je er duizenden daar staan. Voilà. Hier zie je het pad van de filosofen. Dat is een pad naast een riviertje. Ziet er misschien nu niet zo speciaal uit, maar in het seizoen van de kersenbloesems, in het voorjaar, is dat mega druk daar, omdat er allemaal van die bomen staan eigenlijk met kersenbloesem op. En is dat heel mooi om te zien. De foto die je aan uw rechterkant ziet, is de Arashima Bridge. Vanuit een noedelrestaurant genomen eigenlijk. Is niet zo ver van het bamboebos ook. Voilà. Goed. Japan heeft een rijke geschiedenis ook wel. Heeft een samurai-geschiedenis. Heeft ook heel wat kastelen. Die zijn heel lang erg verwaarloosd geweest, maar men heeft de laatste 20 jaar of zoiets toch veel meer aandacht voor zijn erfgoed. En is men ook begonnen met al die kastelen te renoveren. Het mooiste voorbeeld, vind ik zelf, is toch hier het Himeji-kasteel. Maar we bezoeken er een aantal. We gaan het Matsumoto-kasteel bezoeken. Dat van Himeji dan, dat van Okayama en dat van Kumamoto. Maar enkel aan de buitenkant, want Kumamoto ligt op Kyushu. En voor de mensen die misschien een beetje de tv volgen, op het moment dat er die zware aardbeving gebeurd is, is dat kasteel ook heel hard beschadigd geweest. We hebben dat aan de buitenkant gezien en ze zijn op dit moment helemaal aan het renoveren. Maar dus dat is op dit moment geen optie om te bezoeken. Voilà, hier het Himeji-kasteel. Dat is denk ik een vijftal jaar geleden terug opengegaan nadat dat compleet gerenoveerd is. En ziet er heel knap uit. Redelijk wat trappen naar boven wel, want je gaat helemaal naar boven hier. Maar toch wel de moeite. Je ziet dan ook wel vanuit dat kasteel de omliggende stad. En voilà. Alweer de Julie-groep voor het Matsumoto-kasteel. Zie je dat veel donkerder van stijl is. Maar ook dat kasteel gaan we bezoeken. Japan heeft een pijnlijke geschiedenis ook wel van tijdens de oorlog. Je weet allemaal dat er een atoombom in Hiroshima en Nagasaki geweest is. We bezoeken Hiroshima ook wel. Het enige echt overblijfsel van wat je kan zien is die Genbaku-doom. Ofwel zegt men daar ook de Atomic Bomb-doom van. En dat is een zwart-wit foto hiervan. We zien hier ook het monument voor de slachtoffers.
tweetal jaar geleden is Obama, als die nog president was in zijn laatste jaar, denk ik dat hij president was, ook nog naar daar geweest om dat te gaan bezoeken. We staan met onze rug eigenlijk naar het museum. Dat museum is op dit moment helemaal in verbouwing, maar misschien tegen volgende zomer weer helemaal open. Waar je heel veel leert over de geschiedenis. En eigenlijk is dat in Hiroshima het belangrijkste wat je gaat bekijken voor de stad zelf. Dit is Memorial City, waar je ook nog een aantal andere monumenten hebt, waaronder een monument voor de kindslachtoffers die er gevallen zijn. Maar dit is het algemene en hier brandt ook de vlam ter nagedachtenis van die pijnlijke geschiedenis. Als je zeer goed kijkt, zie je hier ook tussen die atomic bomb, de bombdome liggen. Voilà. En dat is van bovenuit, vanuit het museum gezien, nog iets beter te zien. Goed. Drukke reis heb ik al gezegd. Je moet redelijk veel transport nemen en redelijk hoog tempo om dat land te zien, zeker in het eerste gedeelte. Maar gelukkig hebben de Japanners ook een zalige badcultuur. Ik kon daar natuurlijk niet zomaar foto's nemen, dus deze foto's heb ik ergens van het internet geplukt, maar het geeft u wel een voorbeeld hoe dat gaat. Voor de mensen die een beetje schroom hebben, het is mannen en vrouwen apart, als u dat mag iets veiliger laten voelen. Maar Japanners zijn niet zo schroom eigenlijk op dat gebied. Je zou iets heel anders denken. Maar een onsen wil eigenlijk zeggen een complex met warme baden. En die warme baden dat komt niet zomaar uit de kraan gelopen. Allee, dat zou kunnen, maar omdat Japan heel vulkanisch is, pompen ze dat water op en zit daar heel veel mineralen in. En dat zou heel goed zijn tegen heel veel verschillende dingen. Van rugpijnen tot weet ik veel wat allemaal. Wat dat zeker bewezen is, dat het relaxerend is en dat je rustig van wordt. Allee, dat kan ik toch wel even zeggen. Japanners zijn zeer hygiënisch. En je ziet ook wel dat de bedoeling is dat je zeer uitgebreid wast als je naar zo'n onsen gaat. En dat doet het toch wel een beetje op een rare manier. Allemaal naast elkaar op een kruksje, met voor uw neus een sproeikop en een emmerke water en wat productjes om je haar te wassen en wat conditioner en weet ik veel wat allemaal. Allerlei plastic voor de mannen, scheermesjes en toestanden liggen daar. Maar dus eerst de bedoeling dat je helemaal wast. En dan mocht je die een onsen in, maar een onsen is geen zwembad. Dus denk twee keer na voordat je daar in volle overgade een bommetje gaat in doen of zoiets. Dat is niet de bedoeling. Je gaat vieze blikken krijgen. Japanners houden er ook wel van dat je een beetje de etiketten volgt van hoe dat je iets moet doen. Ook niet, je mocht er ook niet met een zwembroek in of zo. De bedoeling is, je hebt een heel klein onsenhanddoekje, maar ook dat is de bedoeling, niet dat dat mee in het water gaat. Je kunt dat op je hoofd leggen, dat is heel traditioneel. De meeste mensen leggen dat gewoon aan de kant ergens. Ik heb nog wat voorbeelden van hoe er onsencomplexen kunnen uitzien. Een onsencomplex heeft meestal verschillende baden. 5, 6 tal tot misschien zelf meer voor een heel groot onsencomplex. Vaak zijn dat een aantal buiten- en baden en een aantal binnenbaden. Er zal er meestal eentje wel wat broebels hebben ook wel. Soms heb je ook wel een sauna daarin, maar een sauna dat is iets Fins. Dat heeft absoluut niks met Japan te maken. Ze hebben dat wel overgenomen en dat kan aangenaam zijn. De meeste hotels hebben ook zelf een onsen, maar dat is dan geen onsencomplex. En dat ziet er ongeveer gelijk hieruit. Zo één bad meestal waar je met een paar mensen in kunt en waar je even kunt gaan in relaxen. We bezoeken ook Beppu. Beppu is heel bekend voor allerlei onsencomplexen en dat is heel vulkanisch. Je hebt daar ook heel veel van die modderpoelen die je nog ergens anders in de wereld ziet. Dus daar bezoeken we er ook een aantal van. Dat noemt Helen trouwens, die verschillende poelen en toestanden. En ik denk dat er nu een foto gaat komen van Beppu. We zijn daar met de juli-groep, maar ook in de augustusgroep ook naar een hotel geweest. En niet dat we in dat hotel verbleven hebben, maar op dat hotel is een groot onsencomplex, maar daar is ook een groot zwembad aan. En dat zwembad heeft zicht over de hele stad. En ook een lichtshow en zoiets. Het zou wel niet Japan zijn als ze geen show hadden om daar wat te doen. Dat is een van de opties die je in Beppu kan doen, waar dat je naartoe kan gaan. Voor de rest
komen niet zo vaak zwembaden tegen. De meeste hotels kiezen ervoor om een onsen te hebben en geen zwembad. Dus het is eigenlijk een van de weinige keren, of zo de enige keer, denk ik, dat we gaan zwemmen zijn, denk ik. Voilà. Voilà. Japanners. In Japan kom je ook vooral Japanners tegen, eigenlijk. En dan Chinezen en dan wel wat toeristen. Maar we gaan zo ver van de begane paden dat we ook helemaal weg zijn en nog heel weinig niet-Japanners tegenkomen. Nu, Japanners praten echt niet goed Engels. Ze praten eigenlijk vooral Japans en daarbuiten eigenlijk niks. In grote steden valt dat al wel wat beter mee. Maar hoe dieper dat Japan ingaat, hoe moeilijker het communiceren wordt. Hoe krijg je contact met de lokale bevolking? We hebben toch in ons reizen gezien dat dat soms ook vaak via kinderen kan gaan. De bovenste foto is op een boot getrokken waarin hele sportclubs van een toernooi kwamen en heel nieuwsgierig waren. Beneden is het gezien op Amani Oshima, die in hetzelfde guesthouse verbleef en waar dat de kinderen vuurwerk bij hadden. Op die manier. Maar ook op bussen, op openbaar vervoer, heb je de kans om met Japanners te communiceren, al is dat soms niet helemaal makkelijk. En je zou kunnen zeggen met handen en voeten, maar ook dat komt niet altijd helemaal overeen met wat wij bedoelen met die handen en die voeten. Dus dat is een beetje zoeken, maar een uitdaging. Maar zeker ook wel de moeite om het wel te proberen natuurlijk. En we gaan dat zeker ook wel doen, dat blijven proberen. Japan staat ook heel bekend om zijn hele mooie tuinen. Je hebt er heel veel verschillende. Wij bezoeken er een twee, drietal op deze reis. Een drietal zeker, het kan ook zijn iets meer. Het komt er een beetje vanaf hoe je reisleider dat invult. Maar er is kans genoeg eigenlijk. Ze onderhouden die tuinen tot in de grootste perfectie eigenlijk. Ze borstelen zelf het mos, dat hebben we letterlijk gezien. Voilà. Dit is een grote landschapstuin eigenlijk. Dat is vlak aan het kasteel van Okayama. Dat is Korakuen, noemt deze tuin. En ziet hier. Dit is de tuin van de Zilveren Tempel in Kyoto. En dit is een detailbeeld op een van de tuinen, vlakbij Himeji. Maar die tuin is veel meer gecompartimenteerd in verschillende sferen. Je hebt een bamboetuin, je hebt een watertuin, allee, je hebt zo verschillende soorten tuinen. Maar dat is allemaal in heel veel verschillende sferen. Er is ook een theehuis trouwens, waarin dat we de kans krijgen om een theeceremonie mee te maken. Je ziet in bijna elke stad die Shinto-shrines. Dit is in de buurt van Hiroshima. Voilà, hier ziet je hem ook. De bekende Tori, of het Itsukushima Shrine op Miyajima. Miyajima is een eiland wat we bezoeken vlakbij Hiroshima. En door het tij staat hij soms onder water en staat hij soms boven water. En dat moet maar een paar uur duren om dat verschil eigenlijk te zien. Links ziet je nog een keer een foto van Fushimi Inari vlakbij Kyoto. Voilà. Amani Oshima is een onbekende tropische parel en je mag dat best letterlijk nemen. Ik denk niet dat veel reisorganisaties naar Amani Oshima gaan. Daarom zijn ze ook heel blij dat wij daar wel naartoe gaan. Maar dat geeft ons langs de andere kant ook wel de kans om iets heel uniek te doen. We verblijven in een heel kleine guesthouse en dit is de maaltijd. Dat is een barbecue op tafel. Dus met barbecues op tafel, dat was wat betreft mij een zeer gezellige maaltijd. Vooral ook omdat hier eigenlijk onze private beach ongeveer lag en daar de zee ligt. Dus het is vrij idyllisch om te zien. Het was ook een lekkere maaltijd. En het bier, wat dat vanuit de Okinawa-eilanden komt, is ook niet slecht. Dus dat is ook al meegenomen. Voilà, hier zie je nog een keer de beach bij de dag. Redelijk private, toch wel. Allee, dat is een heel klein dorpje, dus veel volk loopt daar niet rond. Maar misschien is dat toch nog iets idyllischer. Goed om te weten dat dat West Coast is. Wat wil zeggen dat de zon hier mooi ondergaat in de zee. Dat je hier ongeveer prachtig koraal hebt. Ik denk dat ongeveer 10 minuutjes zwemmen is met wat snorkels aan. En je zwemt tussen prachtig koraal. En je kunt er zoveel als je wilt op en af naar zwemmen gedurende de 24 uur ongeveer dat we daar zijn. Voilà, dat is ook nog Amani Oshima. We gaan op wandeling met een natuurgids door een tropisch bos. En dit zijn van de bekende planten die daar staan.
Wat breng je nu best mee als je uit Japan terugkomt? Je kunt heel veel kopen, maar ik heb er een paar dingen opgesomd. Hier wat een soort porselein of kommetjes die heel mooi zijn. Dit heb ik voor mezelf meegenomen en dat staat nog schoon bij mij thuis. Maar, je kunt ook een Japans mes kopen. Je kunt daar zelf je naam laten inzetten. Dat kan op zijn Japans, maar dat kan evengoed in westerschrift. Je kunt voor je reisleider van Joker misschien een t-shirt meenemen. Of je kunt een of ander... dat is een comic store eigenlijk. Allerlei poppetjes en dingen van films en series en zo. Je kunt het zo gek niet bedenken. Japanners verzamelen dat enorm graag. En ook dat kun je meenemen. Iets populairder bij mannen, maar... voilà. Nog iets wat dat... Ik vermoed dat je niet weet, tenzij dat je al in Japan geweest bent, is dat de putdeksels wel zeer origineel per stad ontworpen zijn. Dus je kunt een hele collectie foto's aanleggen met verschillende putdeksels. Ik had al gezegd, speelhallen en de Japanse jeugd, maar ook wel oudere mensen en zoiets, die gamen graag. En het is een beetje jammer dat dit beeld geen filmpje is, want je zou ervan versteld staan aan wat voor een razend tempo dat ze dit spelletje aan het spelen zijn. Het is iets rond en het heeft iets te maken met... weet ik veel, ik kan het niet maar proberen, zou ik zo zeggen, als je gezien hebt. Maar het record gaat er niet halen, vermoed ik. Een speelhal... Ook heel raar eigenlijk dat ze in Japan daar nog mogen roken. Dus je komt in een rokeromgeving terecht. Ook een zeer lawaaierige omgeving. Voor mijn part is dat goed om even binnen en buiten te lopen. Maar dat is eigenlijk een gokhal wat je ziet. En zo ziet je in grote steden er ook wel heel veel. Voilà. We zijn er bijna door ongeveer. Tot zover het goede nieuws. Heb ik jullie warm gemaakt voor Japan. Moet ik jullie er nu bij vertellen dat een aantal van de jokerreizen voor Japan jammer genoeg aan een sneltreinvaart gegaan zijn en al uitverkocht zijn. De twee geplande avontuurreizen van juli en september zijn spijtig genoeg al uitverkocht. Wat hebben we gedaan? En Gelle mocht de primeur hier hebben. Tenzij dat je gisteren op de website gekeken hebt. Maar we hebben een nieuwe 16-daagse met vertrek op 9 augustus er extra ingepland. Die is boekbaar vanaf nu. En ik vermoed, als ik zie hoe snel dat de andere reizen gaan, dat die ook enorm snel gaat uitverkocht zijn. Dus als je daar interesse in hebt, dan zou ik u haasten. Er is ook een nieuwe... die 16-daagse die is nieuws, maar die gaat ook in 2019 in de paasvakantie door. Daar hebben we nog wel wat kans misschien om, om dat bloesemseizoen mee te maken. Dat is niet helemaal zeker of niet helemaal gegarandeerd, want dat hangt een bekken af van hoe dat de klimaten verlopen en zoiets. Maar ook daar zijn op dit moment al 3 inschrijvingen voor. Dus voilà. En voor de mensen die onder de 26 zijn, er is ook een nieuwe reis, de Go-Minus-reis. Go-Minus min 26, die in juli voor de eerste keer doorgaat. Mocht er nu, hier in de zaal, zoveel interesse zijn voor nog een Japanreis, gelieve het mij te komen zeggen, want dan denk ik wel dat we er misschien nog iets kunnen aan doen om nog een extra reis te organiseren. Maar dan moeten we wel zeker zijn dat er genoeg interesse is natuurlijk. Hoe kun je mij dat komen zeggen? Ik zit vanaf 3 uur deze namiddag aan de Japantafel tot 5:30. Dus kom gerust langs. Kom ook gerust langs als je nog extra informatie of zoiets wilt. Maar daar kunnen we nog veel meer in detail op al jullie vragen ingaan. En als je dan nog interesse hebt in een extra reis, kun je dat ook laten weten. En dan noteer ik jullie gegevens wel heel even. Voilà. Je ziet hier nog een beeld van de Japanse kooi. Een keer kort overlopen waarom je met Joker op reis naar Japan zou moeten gaan. Wij reizen in kleine groepen. Dat wil zeggen 11 deelnemers plus uw reisleider. We doen een combinatie van steden, cultuur en natuur. En je hebt gezien dat er in Japan heel veel natuur te zien is. Cultuur en steden, dat zal je hopelijk al wel geweten hebben. We doen de bekende spots. We bezoeken de highlights van Japan. Maar we gaan ook echt wel van de begane paden af. Er zijn niet zoveel mensen die naar Shikoku gaan. Er zijn trouwens heel wat Japanners, als wij ons reistraject vertelden, die zelf zeggen, oh, daar ben ik nog nooit geweest. Dat gebeurt ook heel vaak. Ze zijn eerder soms in Europa geweest dan dat ze hun eigen land bezocht hebben. We doen, gelijk in veel jokerreizen, een combinatie van heel wat verschillende soorten vervoer. Trein, tram, bus, taxi, boot, vliegtuig. En we wandelen ook heel wat. En we bezoeken toch wel de 3 van de 4 hoofdeilanden. En gaan ook helemaal naar Amano Oshima, wat een onbekende parel is. Voilà. Ik wil nog even stoppen met dit beeld.
Die toiletten in Japan ga je nooit vergeten. Vooral als je op een van de verkeerde knopjes hebt geduwd, ga je dat ook niet vergeten. Je kunt het ook helemaal niet lezen, dus het is een beetje trial and error. Maar ze zijn wel ingenieus, die Japanners, op gebied van toiletten. Ze zijn zelf heel slim trouwens, want je handen wassen doe je met hetzelfde water wat als spoelwater gebruikt wordt. Dus dat is voor ene keer dan toch iets wat dat voor het milieu goed is. Niet dat ze daar zo goed allemaal in zijn. Voilà, bedankt voor jullie aandacht. En als er nu al vragen zijn, dan hebben we daar nog heel eventjes tijd voor. Iemand.